Welkom in Zandvoort voor de finale races, de laatste marge van het NEC Formule Renault 1.6 kampioenschap. Een paar nieuwe rijders aan de start, waaronder deze Jacob Schober. Jacob, you're new in the Jacob, je bent nieuw in het Lechner team. Ja, ja, dit is mijn allereerste race. En, ja, het is fantastisch. Ik heb free practice al gereden en de kwalificaties. En nu kijk ik al uit naar de race. En wat verwacht je eigenlijk? Ja, ik hoop dat ik een beetje meer vertrouwen kan kweken in de wagen. Want dit is nog slotte mijn eerste race. En ik heb maar één test gedaan vorige week. En nog nieuwkomer bij Dude Motorsport, Laurens Heur. Ook hij komt met een nieuwe bolide aan de start met uitzicht op 2015. So, first time in de eerste keer hier in Formule Renault 1.6. Wat verwacht je? Ja, ik hoop dat ik kan meedraaien met de andere rijders. Dat ik competitief kan zijn en dat ik dezelfde rondetijden van hen kan draaien. We hebben de wagen pas dinsdag ontvangen. Ik heb donderdag voor het eerst getest. Het is pas mijn derde dag, dus ik hoop dat we competitief kunnen zijn. En de promotor Mick de Haas is heel tevreden over het seizoen. Mick, we zijn aan het einde van het 1.6 Renault seizoen. Hoe kijk je terug? Ja, we zijn wel tevreden. Het is een lang seizoen geweest voor iedereen. En ik denk hier met dat prachtige weer ook op Zandvoort aan het einde in oktober, hebben we een goed seizoen achter de rug. Ja. Hoe was de competitie? Nou, voorin was heel sterk. We hebben natuurlijk een paar hele sterke teams en de verschillen zijn heel klein. Dus ik denk ook dat betreft heel goed is. Ik denk wat we nog te wensen over hebben is nog wat extra auto's erbij volgend jaar. Drie races staan er op het programma voor het slotweekend van de Formule Renault 1.6 2014. En voor de eerste race staat Anton de Pasquale op de pole, de leider in het kampioenschap. Hij heeft al 7 races gewonnen en als hij ook hier wint is hij kampioen. En we rijden mee met zijn teammaat Florian Janitz. En tussen de twee Lechner Racing School rijders nog een Lechner Racing School rijder, alleen in een ander kleurtje. Ferdinand Habsburg dus op positie 2. Janitz gaat al onmiddellijk proberen de positie van Habsburg aan te vallen. Mag van geluk spreken eigenlijk dat Habsburg daar een beetje plaats liet. Pasquale dus voor Habsburg, dan Janitz, dan Roy Geerts, Max de Fournie op 5. Gevolgd door Ralf Aron en de rest van het pak met achteraan Schroeder en Hor. Nou, het hoeft niet te verwonderen, want dat zijn de twee debutanten. En de Pasquale die heeft al onmiddellijk een paar lengtes voorsprong genomen op Habsburg. Geerts heeft de derde plaats overgenomen van Janitz. De Fournie ligt op 5. Nog een rijder van Lechner Racing School en de Pasquale die voelt zich hier echt thuis. Heeft hier ook de beide races tijdens de paasraces gewonnen in Zandvoort. Ziet er dus goed uit voor de Australiër Boris Kolf ondertussen. Aan een goed weekend bezig zit in het spoor van Ralf Aron. Ralf Aron die nu eigenlijk tweede staat in het kampioenschap. Want Jano IJsmeijer die is helaas afwezig voor deze laatste meeting. Mooi treintje rijden daar. Nog steeds de Pasquale aan de leiding. Voor Habsburg, dan Roy Geerts, Janitz en Max de Fournie. Roy Geerts van het Stewart Racing Team. Boris Kolf die probeert op te rukken, ligt voorlopig nog op een 7e plaats achter Ralf Aron de Est. Die zich blijkbaar niet helemaal in zijn sas voelt. Ondertussen doen Hor en Schober zoveel mogelijk ervaring op. En voorin rijdt Anton de Pasquale naar zijn 8e overwinning en hij heeft nu ook zekerheid over de titel. Habsburg wordt 2e en Roy Geerts 3e. Dubbel dus voor het Lechner Racing School team. Team Lechner 1 en 2, you must be happy. Team Lechner 1 en 2, je moet wel heel blij zijn. Ja, ik ben heel blij. Ik ben ook heel blij dat we nu de titel al binnen hebben. Met nog 2 races te gaan. Het is een perfect team. Het is perfect om daar te rijden. En dit is de nieuwe kampioen, Anton de Pasquale. That looks like an easy race. Dat leek wel makkelijk voor jou. Nou, het is eigenlijk nooit makkelijk, maar we hebben hier een hele goede auto. En het is duidelijk ook, want we hebben hier gewoon een dubbel met Lechner. Het was een goede race, zonder incidenten. Het is leuk dat we nu het kampioenschap zekerheid hebben. Dan kunnen we een feestje bouwen en morgen op de twee races concentreren. Champagne dus voor de nieuwe kampioen. Na 8 overwinningen, Anton de Pasquale. Hier deed hij dat voor Habsburg. Geerts op de 3e plaats, dan Florian Janitz en Ralf Aron op plek 5. De tweede en de derde race worden dan op zondag afgewerkt onder een dreigende hemel. Maar zondagochtend regent het nog niet. En Anton de Pasquale die staat opnieuw op pole.
Zelfde startvolgorde als voor race 1 met Habsburg op 2, Janits op 3, Max de Fournier evenwel op 4 en de derde staat rij voor Geerts en Kolff. Janits, we nemen opnieuw de start met de Oostenrijker. En deze keer gaat hij het misschien aan de buitenkant van zijn landgenoot proberen bij Ferdinand Habsburg. Maar hij lijkt niet dicht genoeg te geraken. Het is dus de Pasquale voor Habsburg, dan Janits. En de Fournier en Geerts die gaan daar zij aan zij door de Tarzanbocht. Maar het is de Belg die de vierde positie inneemt. 1, 2, 3 en 4 dus nu voor Lechner Racing School. Of nee, Roy Heerts die heeft de vierde plaats dan toch teruggenomen voor de Fournier. Kolff en Aaron, gevolgd door Paul Silius. We rijden mee met Boris Kolff. Nu al een pak dichter. Kan eventueel zelfs een aanval plaatsen op Geerts. Geerts die nu weer de vierde positie heeft ingenomen. En Kolff zit in het spoor van Max de Fournier. Silius die probeert ondertussen Ralf Aaron te passeren. Maar de S die gaat mooi verdedigen. En de Fournier en Kolff die doen hetzelfde. Een beetje blokkeren de wielen daar bij het ingaan van de Tarzan. Maar voorlopig blijft de Fournier dus op die positie rijden. Kolff heeft zijn zinnen gezet op een goed resultaat. En deze tweede race die bepaalt ook de startvolgorde van race 3. Hoe hoger je hier geraakt, hoe beter dus je kansen om ook in race 3 een goed resultaat neer te zetten. Buitenkant Tarzanbocht nu voor Boris Kolff. Dat gaat niet lukken. De Fournier die laat hem gewoon staan. Kolff gaat nu proberen aan de binnenkant. En nog steeds de Fournier voor Boris Kolff. Voorin ondertussen nog steeds de Pasquale voor Habsburg, Janits en Roy Geerts. We rijden mee met Habsburg die zijn tweede plaats probeert te verdedigen. Want u merkt het, er zit niemand voor hem, zo lijkt het toch. Maar de Pasquale die is gewoon al verdwenen. Die heeft al meer dan 4 seconden voorsprong. En dan krijgt Roy Geerts een drive-thru straf en besluit maar om meteen de handdoek te gooien. Ziet er dus naar uit dat Lechner Racing deze keer de eerste 4 posities gaat bezetten. Opnieuw een overwinning dus voor Anton de Pasquale, voor Ferdinand Habsburg. Dan Janits en dan Max de Fournier. 1, 2, 3 en 4 voor Lechner Racing School. Again some easy win for you. Dat leek opnieuw een makkelijke overwinning. Ja, het was bijna hetzelfde scenario als de eerste race. Gisteren de titel gewonnen. Het is goed om dat vandaag te bevestigen. En ik hoop dat we vanmiddag hetzelfde kunnen doen. Het was een mooi einde van een mooi seizoen. Champagne dus voor de Pasquale. En de rijders met het rode racepakje. Die zetten alle podiumtrapjes. De Pasquale 1 voor Habsburg, dan Janits, de Fournier op 4 en Boris Kolff mooi 5e. Laatste race van het seizoen dan in de regen. De regen is dan toch uit de hemel komen vallen. Alle wagens op regenbanden voor een wedstrijd met rollende start. De Pasquale dus op pole na zijn overwinning in race 2. En hier krijgen we die rollende start en is duidelijk al een mooie scheiding in het peloton. En het is niet zo goed voor alle rijders achter Ralf Aaron. Pasquale heeft de beste start genomen. Janits die probeert aan de buitenkant te gaan bij Habsburg. En Kolff die weet al onmiddellijk een plaatsje te winnen. Die gaat voorbij Max de Fournier. Goed gedaan van de Nederlander. Ziet voor hem hoe Habsburg en Janits aan het strijden zijn. Pasquale heeft wat moeite om zijn wagen in te sturen blijkbaar. Ralf Aaron die voelt zich in deze omstandigheden liever misschien beter in zijn sas. Staat nog steeds tweede in het kampioenschap, maar wordt wel bedreigd door Ferdinand Habsburg. Habsburg die nu onder druk wordt gezet door Boris Kolff. De wagen van Pro Velier Racing lijkt een goede afstelling te hebben voor deze natte omstandigheden. Weet alvast toch wat druk te leggen op de jongens van Lechner Racing School. Voorin nog steeds de Pasquale en Janits. Daar gaat Habsburg in de fout. En inderdaad, Boris Kolff die neemt de derde plaats in. Als hij die kan vasthouden, dan rijdt hij naar zijn eerste podium van het seizoen. En dat zou mooi zijn voor de jonge Nederlander. Maar Habsburg zet hem onder druk. Aanremmen voor de Tarzan. Glijdt hem voorbij Kolff. Maar Kolff die heeft dat door en gaat opnieuw binnendoor. Mooi manoeuvre daar. Mooi ingezien van Kolff. Die Habsburg opnieuw achter zich weet te houden. En Ralf Aaron komt nu aansluiten om Habsburg onder druk te zetten. De Fournier heeft een beetje de rol moeten lossen. Drive-through straf ondertussen voor Paul Silius van het Stewart Racing Team. En Janits die begint de Pasquale onder druk te zetten. U ziet daar een opdrogende rijlijn. Misschien hebben de regenbanden van de Pasquale
wel hun beste tijd gehad. En Janic die gaat inderdaad voorbij aan de Pasquale. De Australiër wordt nu ook onder druk gezet door Boris Kolf en Ralf Aron. Habsburg en de Fournier vechten nu ook nog een strijdje uit. En daar nu een duel tussen de Pasquale en Habsburg. De Pasquale die helemaal is teruggevallen. En die dan nog eens een teamgenoot van de baanrand. Nou, jammer einde voor de kampioen. Ook een jammer einde voor Habsburg. Want dat betekent dat hij dus niet kan strijden om de tweede plaats in het kampioenschap. Florian Janic die wint deze laatste race voor Ralf Aron, die tweede wordt in de eindstand. En Boris Kolf, gaat hij die derde plaats vasthouden? Ja hoor, mooie podiumplaats voor Boris Kolf. Zijn eerste van het seizoen. Een ideale manier om een seizoen af te sluiten. Boris, mooi resultaat voor een thuispubliek, hè? Ja, zeker. Ik ben mega blij. En ja, ik denk dat het team het geweldig gedaan heeft. En de auto was mega goed. En ja, podium. Ik ben hartstikke blij. En ook Ralf Aron was best tevreden met zijn tweede plaats. Want dat leverde hem ook een tweede plaats in de eindstand op. Exciting race, hè? Spannende race. Ja, het was een heel mooie race. Heel wat inhaalmanoeuvres, een beetje contact, maar het was een heel goed race. De winnaar van de laatste race van 2014, Florian Janic. I had a good start. Ik had een goede start, een rollende start. En ik kon onmiddellijk Anton de Pasquale onder druk zetten. En dat lukte me ook. En het is prachtig om deze race te winnen in de regen. Echt goed. En de laatste champagne douche van 2014. Voor we nog eens naar de uitslag van deze race kijken. Janic haalt het dus voor Ralf Aron. Dan Boris Kolf, Max de Fournier, vierde. En debutant Laurens Hor op een mooie vijfde plaats. En dit is de top 3 van het kampioenschap 2014 met kampioen Anton de Pasquale. So that was a nice championship. Dat was een mooi kampioenschap voor jou, dacht ik. Ja, het was een goed kampioenschap. Beetje jammer van de laatste race. Was een beetje up and down. Ik had problemen met de banden. Maar dat was een echt goed seizoen. Ik heb heel wat ervaring opgedaan. En nu ga ik naar Spanje om een Renault 2 liter te testen. En dat zou spannend moeten zijn. Eindstand van het kampioenschap. De Australiër Anton de Pasquale haalt het voor Ralf Aron. Florian Janic 3, Habsburg 4 en de Fournier 5. En dat was het seizoen 2014 van de Formule Renault 1.6. Wij hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. Graag tot volgend jaar.